Na 109 jaar is het NK wielrennen weer terug in Ede. Deze week wonnen Jos van Emden en onze eigen Annemiek van Vleuten de tijdrit al. Applaus van wereldkampioen Annemiek van Vleuten. Ja, ik ben gewoon super blij dat ik vorige was ik echt teleurgesteld. En ik heb dit jaar in ieder geval in de regenbogen trui een hele mooie tijdrit neergezet. Hey! Yeah! Yes! Annemiek van Vleuten! Ja, aanstaande zaterdag en zondag dan staan de wegwedstrijden op het programma voor mannen en vrouwen. Bij ons in het Mediacafé Henk Lubberding. Wat leuk dat ik je gewoon een keer echt live zie. Ja. Ik zat vroeger voor de buis. Twee keer Nederlandse kampioen geworden in 1978, 1979? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. En naast jou Jesper Asselman. Ja. Ja, die hoopt gewoon zondag Nederlandse kampioen te worden. Daar gaan we wel voor. Henk, ik wil even met jou terug dan naar de jaren 78, 79, waar jij de Nederlandse titel won. Wat weet je daar nog van? Neem ons even mee terug. Oeh. Nou, in ieder geval in Limburg. Ik dacht de eerste keer de Afsteeg en de tweede keer Slingerberg. Heuvel op. Weet je ook nog wie de tweede werden toen? Nou, de rallyploeg was toen in die tijd al oppermachtig. Dus er waren wel 4, 5 gegadigden die kampioen mochten en konden worden. En misschien nog wel meer, maar je hebt ook knechten nodig. Het ene jaar werd Jan Raas tweede achter jou. En het jaar daarna volgens mij Zoetemelk of omgekeerd. Oh, dat zou kunnen. Maar in ieder geval Raas. Het is best een leuke naam om achter je te laten, toch? Ja, maar Raas had bij mij een team dus. En Zoetemelk niet. Nee, nee. En de eerste keer kan ik me nog herinneren. Toen was het eigenlijk wel een cadeautje van Raas. We zaten samen met een groepje voorop. Wat had je hem beloofd dan? Ik had hem niks beloofd. Oh, omdat hij jou een cadeautje deed? Ja, maar Henk deed nogal veel werk voor de ploeg. En hij vond dat ik het wel verdiende om kampioen te worden. Ja. Maar ik vond dat niet zo'n leuke geste voor tv. Dus het lag er nogal dik bovenop dat ik hem cadeau kreeg. Ja, dus het jaar erop toen dacht ik... Hij had wel wat beter kunnen acteren dan, ja, toch? Ja, dat vond ik niet zo. Dus dat jaar erop dacht jij, dan ga ik nu eens even mijn eigen kracht doen. Nu ga ik het echt op mijn manier doen. Ja. Dus vroeg wegrijden en niet in een sprintje, niet in een sprintje met Raas. Laat zien dat hij het ook zonder Raas Nee, maar iedereen wist dat Raas in de sprint mij ging kloppen. Ja. Dus, ja. Maar dat wil niet zeggen... wielrennen is een teamsport. Dus... Je moet altijd voor elkaar werken. En dan wint niet altijd de beste. En Raas was gewoon in Limburg, wanneer die echt in orde was... was Raas gewoon de beste van heel Nederland. We hebben geen beelden van dat NK in 1978. Die zijn er niet meer. We hebben ze opgevraagd bij de NOS. Maar er zijn wel beelden uit datzelfde jaar. Henk Lubberding op de fiets. Volgens mij was het de 11e etappe in de Tour de France. Okay. Gaan we even kijken. Op een paar honderd meter en dan gaat Henk Lubberding hier... De feestvieren, dat is hij, etappe winnaar in de Ronde van Frankrijk. Winnaar van Pierre Paard-Bordeaux en Lubberding. Hoeveel etappes heb jij gewonnen? 3 in de Tour, hè? 3 in de Tour, ja. En welke is dan de mooiste? Wat is de mooiste? Ik denk de eerste. Omdat het toch wel heel bijzonder is. Tour de France is al heel bijzonder. Ik hoop dat hij er nog een keer aan toe komt. Je hebt hem 10 keer gereden. 10 keer? 13 keer. 13 keer zelfs. Ja, en ook meer trots op bij is eigenlijk de witte trui. Jesper, ging een lampje branden toen jij hoorde... ik sta hier vandaag naast Henk Lubberding? Of dacht je nog nooit van? Nee, je bent pas zeker. 29. Ja, nee, ik ken Henk natuurlijk zeker. Ja. Van zijn prestaties als wielrenner, maar ook... We zijn elkaar al een aantal keer tegengekomen. Ja. Ja, jij won niet alleen 3 tour-etappes. Je won ook bijvoorbeeld de klassieke Gent-Wevelgem. Als we naar dat rijtje kijken, hoe moeten we dan die nationale titel plaatsen? Is dat er een die het toe doet voor een renner? Ja, in onze tijd wel. Nu krijg ik de indruk dat een heel ander beeld. Van de week reed ik door de binnenlanden en ik reed Geesing achterop. En even een babbeltje meegemaakt. Ja, die rijdt geen kampioenschap. Hij ging een weekje... Hij is al vertrokken naar Californië. Een weekje vakantie en dan ging hij 3 weken trainen. Met zijn gezin is hij daar. Dus denk ik, ja, maar het is toch een kampioenschap? Jullie wilden daar vroeger gewoon aan de stad staan als renners? Ja, nou ja, als je niet wilde, dan moest je. Ja, Annemieke van Vleuten. Maar dan moest gewoon gewerkt worden. Je moest gewoon werken aan de winkel. Ja, nou ja. Gaat dan niet vakantie met je gezin? Belachelijk. Er zitten 15 renners in de ploeg, of 16. Ja. In die Nederlanders praat ik dan over.
Ja, die moesten voor elkaar werken. En er waren de vier die kregen de ruimte en de rest moest gewoon werken. Annemiek van Vleuten won van de week de tijdrit, doet volgens mij ja, dat doe ook alleen. Mee aan de race op de weg. En zij zei van ja, ik heb keihard getraind, maar niet voor dit NK, maar voor de Giro. En ja, dan is het lekker dat ik op dat vlakke stuk toch nog even die titel pak. Ja. Jesper, is dit voor jou een hele grote wedstrijd? Ik ben van mening dat NK altijd een grote wedstrijd is. En ja, wat Henk al zei, van, je wilt er gewoon bij zijn. En helemaal natuurlijk als het zo dicht bij huis is. En als het parcours over jouw trainingswegen gaat. Dus nee, voor mij was dat geen moment van twijfel. Wij kennen jou nog niet zo goed als dat we Henk kennen. Wat ben jij voor een type renner? Ja, ik ben ook wel aanvallend ingesteld. Met een klein groepje ben ik ook nog wel redelijk rap aan de meet. Ja, en daarnaast ben ik iemand die zich veel inzet voor het team. Dus ja, ik denk dat het parcours wel voor mij een mooi parcours is. Ja, in mijn oortje wordt gefluisterd, rap aan de meet. Dat is dan zo'n wielerterm, leg je ja. Oh, nee, ja, als je zeg maar uiteindelijk op het eind moet sprinten. Ja, precies. En degene die wint, die is het rapste van de groep. Hoe zou je jouw karakter omschrijven? Ja, iemand die wel altijd door blijft gaan en geen genoegen neemt met als iemand zegt van dat kan niet of dat zit er niet in of wat dan ook. We gaan even naar jouw vader luisteren. Dacht ik ook. Het is een wielrenner die niet van opgeven weet. Als hij aan het fietsen is, is hij aan het fietsen. Heb heel veel uurtjes gekost. Heel veel verdriet gekost ook soms, heel veel. Je hebt meer tegenslagen dan positieve dingen. Als je dan ziet hoe ver elke stapje omhoog komt en dan toch nog ook nog hele mooie uitslagen rijdt, ja, dan ben je een hele trotse vader. Ja, leuke beelden. Mooi toch? Ja, ja, is toch zeker. Prachtig? Zeker. Ja. Ja. Hij geeft het al aan, hè? Je hebt heel veel tegenslagen gehad. Nou, ja. Twee seizoenen op rij begonnen volgens mij al vrij snel met een valpartij. Ja. Ik denk dat er geen topsportcarrière bestaat zonder bloed, zweet en tranen. En de momenten dat je kan zegevieren zijn er gewoon niet superveel. Hey, maar recent was er zo'n moment. Ja, zeker. Jij won de eerste etappe. Ja, klopt. In de ronde van Yorkshire. Ja, inderdaad. Ja, dus mooie wedstrijd in Engeland. We waren weg met een groepje onder echt zware omstandigheden. Koud, regen. En uiteindelijk wisten we voor het peloton te blijven. En was het sprinten voor de overwinning. Zullen we even kijken hoe een blij mens eruit ziet? Ja, is goed. Waarschijnlijk niet verwacht toen je vanochtend begon aan de etappe. Nee, zeker niet. Het was de eerste wedstrijd weer na de klassiekers natuurlijk. Ik had wat rust afgelopen week. En het goede gevoel was er nog niet helemaal. Maar je ziet het, hè. Het kan soms gek lopen. En ik had vandaag gewoon echt hele goede benen. Ik ging gewoon aan met alles wat ik had. En uiteindelijk bleek dat ik wel veruit nog de sterkste was. Ja, ik zou bijna het liedje instarten. Ik krijg die lach niet van jou, van jouw gezicht. Nee. Jij hebt van de week, ik belde jou, zei je, ik zit op de fiets. Ik ben dat parcours aan het verkennen in Ede. Ja. Nou, zeg maar, hoe moet die fietsen? Kansen voor iedereen. Dit is een parcours, daar kan iedereen uit de voeten. Klimmen kun je het niet noemen. Slopen kun je het eigenlijk ook niet noemen. De warmte zou nog invloed kunnen hebben. Nou, daarvoor ben ik gaan kijken. Nou, het is bijna allemaal onder de bomen. Ja. Dus van boven camera. Pas op met de eigen processierups. Dat werkt niet. Ja, de processierups. Ja, maar dat is een dag later dat je daar je problemen van krijgt. Ja, dus op de dag ook niet. Dus schaduw is er genoeg. Maar prachtig asfalt. Ik vind het alleen jammer voor het publiek dat het rondje zo groot is. Ja. Dus wij waren gewend aan 12, 13 kilometer. En dan, dat is voor de mensen al lang genoeg voordat ze de renners weer zien. Ja, daar kom je wat maar vaker nu is het wel erg. Ja. En ze willen het een beetje selectief, maar voor de profs is dit niet selectief. Nee. Jij behoort niet tot een van de favorieten. We hebben wel een Gelderse favoriet, hè? Fabio Jacobsen uit Heukelum. Ja. Maar ja, hey, je hebt ze verrast in Yorkshire. Zeg het maar, ga dat zondag weer doen. Het is een parcours wat zich wel leent tot verrassingen. Ja, het moet nog een beetje blijken. Het kan al, denk ik, twee kanten opvallen. Of het wordt gewoon...
een koers, een parcours waaruit blijkt dat het toch niet lastig genoeg is. En, maar ja, uiteindelijk maken de renners de koers. En als iedereen wil dat er heel de dag gekoers wordt, dan wordt het vanzelf moeilijk. En ja, hopelijk zit je dan in de goede groep en kan je voor jezelf een mooie kans creëren. Is je gevoel goed? Zeker. Ja. Ja. Wat is jouw ambitie? Had het al even. Ik hoop dat hij ooit de Tour nog mag rijden. Ja, dat zeg maar. Ik denk dat voor iedere wielrenner een grote ronde rijden wel iets is wat op zijn lijst staat. En dat zou ik graag nog ooit een keer willen doen. Ligt dat nog binnen het bereik? Ja, ik denk het wel. Ja, zeker. Ga je kijken, Henk, zondag? Zondag niet. Nee? Voor de televisie. Voor de televisie? Voor de televisie, ja. Ja? Ja, als je daar bent, dan ik zeg al, moet veel te lang wachten. En je ziet het spelletje niet. Nee, dan kun je en op tv zie je alles. Ja, dat is jammer. Maar ik zeg al, luchtbeelden, dat wordt een probleem met al die bomen. Hoe ben je hier trouwens? Met de fiets of op de auto? Nee, of in de auto? Met de auto, anders had ik mijn rug helemaal na. Ja, ja. Dus ja. Nee, ik weet dat de vorige keer dat je hier was, was je op de fiets. Ja, ik ben al eens op de fiets hier. Maar radio, dan zien ze je toch niet. Nee, dat is waar. Je ziet er nou goed uit voor tv. Ja, in ieder geval niet druppels wit. Nee, helemaal niet. Ja. Nou, ik geef ze een applaus en jij heel veel succes zondag. Dankjewel. Allemaal kijken, hè. Ja. Of in Ede, of voor de televisie. Jesper Asselman en Henk Lubberding.